Het juice-kanaal van Yvonne Kolderweijer heeft zoveel teweeg gebracht in Nederland dat ze echt een factor werd. Ze was jarenlang de gevreesde vrouw in de showbiz, maar plots heeft ze de deur achter zich dichtgetrokken. Op dit moment verspreidt ze alleen nog juice via een kleiner, betaald kanaal, maar heeft daarmee vanzelfsprekend veel minder impact. Yvonne heeft haar juice achter een betaalmuur gezet en heeft sindsdien ongelooflijk veel volgers verloren op haar gratis juice-kanaal. Dat kanaal gaat nu over haar privéleven en de juice, daar krijgt de massa niet veel meer van mee. En daarmee verliest ze natuurlijk behoorlijk wat status, al vergaart ze via die besloten groep nu wel inkomen uit juice. De grote vraag is: wat gebeurt er met de ruimte die Yvonne heeft gecreëerd? Staat er een nieuwe juice-diva op, of gedragen de BNers zich tegenwoordig dermate goed dat het verhaal wel verteld is? Maar ook, hoe kijkt Yvonne terug op haar besluit om haar gratis juice-kanaal te sluiten en naar een betaalde sapkraam te verhuizen? Als Yvonne een compliment krijgt over haar move, zegt ze in haar Instagram-stories: Thanks, ik vind het heel lief dat je dat komt zeggen en dat zeg ik omdat ik natuurlijk ook de andere kant heel erg veel hoor. Heel veel mensen vinden het natuurlijk zonde of hebben zoiets van: waarom moet ik ineens betalen voor het werk dat jij al drie jaar lang gratis doet? Snap ik. Ik vind het logisch, maar ja, voor mij was gewoon de tijd nu aangebroken. Ik had zoiets van dit past nu beter in mijn leven zo en ik ben heel erg blij op dit moment. Ja, het is natuurlijk ook de vraag van, go, wil je liever heel veel volgers of wil je nog steeds heel veel volgers en ook nog geld ermee verdienen? Ja, dat was een beetje mijn afweging. Yvonne, die tegenwoordig moeder is, heeft er al met al geen spijt van. Ik heb zeker de juiste keuze gemaakt. Wat wil ze nu nog bereiken? Ik heb te vroeg gepiekt, denk ik. Ik werk al vanaf mijn achttiende of zo. Ik heb veel ondernemingen gehad, in musicals gespeeld. Alles wat ik vroeger wilde, zoals ook kinderartiest worden, is al uitgekomen, omdat ik al heel oud ben. Mijn doel voor nu is dus een beetje chill, een beetje genieten van het leven en nieuwe dingen proberen.